Ze maakt zich op voor een week motorgeweld. Nog een nachtje slapen en dan begint het Titi-festival. Maar ook de Titi-campings lopen langzaam vol. Nou, verslaggever Marjolein Knol is op een van die campings. Marjolein, goedenavond. Hoe is de bezetting daar? Het is hier, zoals je ziet, eigenlijk nog heel erg rustig. Iedereen heeft natuurlijk de caravan hier al neergezet. De tenten staan al, stiekem staan er ook al halve woonkamers. Een paar mensen hebben de barbecue al aangezet. Biertjes uit de koelkast gehaald, maar morgen dan begint het echt. En niet alleen op de camping zijn ze bezig met de voorbereidingen. Ook het Titi-festival in het centrum krijgt langzaam vorm. De voorraad bier wordt nog snel aangevuld. Hier staat straks zo'n 900 meter aan dranghekken en de podia die zijn nog lang niet af. Nee, stress wil ik niet gebruiken. Het is druk, maar ja, het gaat goed. U heeft er weer zin in? Ja, ja, altijd. Ja, dit zijn de mooiste weken. Ja, zeker. En zo is de Titi toch al snel weer zichtbaar in alle straten. Morgenavond, dan gaat het los. Dan staat hier weer een nieuwe openingsact en kan het Titi-festival beginnen. 52 muzikanten die gaan samenspelen met twee bands. Dat is gewoon waanzinnig mooi om te zien. De Koninklijke Militaire JWF-kapel speelt morgenavond samen met de rockbands Donnerwetter en Mooi Wark. Donders, dat is nog een repetitie. Ja. Dat is een oefenaar. Het is heel bijzonder, want zij lezen alles van bladmuziek af. En wij zeggen altijd, wij doen maar naar wat. De enige noten die wij kennen is de noten die je eet. Zo'n orkest past helemaal niet bij jullie muziek. Ja, jawel. Het zijn twee liedjes, die zijn erg mooi voor met orkest. Platteland en Weg naar Huis. Prachtige arrangementen, de Platteland ook. Dus eigenlijk is dat een liedje in een liedje, om het zo maar te zeggen. Anders, dat wordt gaaf. En nou hier nou even je best doen. Hè? Ja. En één ding kan ik al wel verklappen. Het nummer In de Blote Kont spelen ze ook gewoon samen met het orkest. Nou, dat is leuk. Een paar mensen die zijn hier al voor de voorbereidingen voor natuurlijk de Titi-camping. Dat is Gieten on Tour. Zij hebben gewoon besloten om een hele zuipkeet mee te nemen. Wie hier ook zit, dat is mede-organisator van de camping Wout van Velzen. Wout, is het altijd een beetje zo druk in de tijdstip van de week? Of is het nou drukker dan normaal door het mooie weer? Nou, het is sowieso drukker dan normaal. Vorig jaar hadden we 48 uur regen, dus toen bleven ze wat langer weg. Maar vanaf zondag mogen de mensen hier komen opbouwen. En dan vanaf woensdagnacht mogen ze blijven slapen. En als je ziet wat ze meenemen, hebben ze wat meer tijd nodig om op te bouwen. Dat is gewoon normaal? Ja, is gewoon normaal. Ja, absoluut. Hoe is de regelgeving dit jaar? Zijn jullie nou extra streng? Nou, het is wel strenger. Het wordt ieder jaar strenger natuurlijk. Nou ligt het accent weer op vuurwerk. Maar goed, wij zeggen gewoon tegen al die groepen, als je normaal doet, dan is het goed. Normaal? Ja, gewoon normaal, zoals je thuis ook doet. En hier heb je een feestje, dus dan kun je iets verder gaan, kun je iets meer alcohol drinken en een vuurtje erbij. Maar voor de rest gewoon normaal met elkaar omgaan. Deze groep, zij stonden hier vorig jaar ook al. Dit jaar is het tweede jaar. Dus ze hebben het verdiend om hier te blijven? Of hoe zit dat? Ja, ze hebben vorig jaar normaal gedaan. Ja, het klinkt even stom, maar dat is wel bij ons een beetje de term van als je normaal doet, dan mag je gewoon blijven. En anders word je verwijderd. Zijn er vorig jaar dan ook mensen weggestuurd? Ja, zeker. En die zijn dit jaar ook niet teruggekomen. Ja. Zo streng zijn jullie? Ja, absoluut. Ja. Okay, hoeveel mensen staan hier op de camping? Nou, met dit weer gaan we naar de 3.500-4.000 mensen. Ja, dus dat is een hele bulp. En dat is ook elk jaar zo? Ja, eigenlijk wel. Hè. Vorig jaar was het wat slechter, dan zitten we tegen de 3.200. Maar we verwachten dit jaar wel naar de 4.000 te gaan. Dat is een heleboel. Ik loop ondertussen ook eventjes naar Suzanne toe. Dit is ook het tweede jaar dat jij hier bent. Wat moet hier nou nog allemaal worden opgebouwd? Stoelen, verkeersbordjes, biertafels. Er komt van alles nog bij. Iedereen neemt wat mee. Nog een hele hoop. Jullie zijn nog lang niet klaar. Nee. Er komt nog heel wat bij. Koelkasten. Dit is nog niet het enige. Heel veel muziek, heel veel drank, denk ik ook. Ja, zeker weten. Ja. Heel veel bier en wijn en sterke drank wel. Ja. Nou, je wordt goed feest gevierd. Kun je me een kleine rondleiding geven? Want jullie hebben een hele zuipkeet, geloof ik, meegenomen. Hè? Ja. Hier zijn in ieder geval heel veel heel veel meubels. Ja, en daar komt een DJ-tafel. Ja. Sorry. En nou, daar hebben we al het hout, brandhout en een pishoek voor de mannen. Daar staat het bordje bij. En binnen hebben we slaapplekken. Ja, we volgen jou eventjes mee naar boven.
Hier is een feestruimte. Ja, hier hebben we 12 slaapplekken. Voor de vaste mensen eigenlijk. En iedereen neemt zijn slaapzak en kussen mee en blijft slapen. En dit is eigenlijk een beetje opslag. Dit gaat straks allemaal naar buiten. En koelkasten naar buiten. Dus jullie hebben een hele slaapzaal meegenomen. Ja, klopt. Maar dat is ook wel nodig. Niemand gaat naar huis natuurlijk. Dus, ga jij hier nou zelf ook slapen? Ja. Ja hoor. Ook in die slaapzaal? Ja, ja, we hebben allemaal namen erop gezet, wie waar slaapt. Dus de meiden bij elkaar en de jongens bij elkaar, dus ja. Nou, ik zal hem eventjes testen. Ja, ik keur het goed. Hier redden wij denk ik wel een nachtje. Marjolein Knol, dankjewel.